Goedendag iedereen, welkom op kanaal Sputnik. Ik ga vandaag uitleggen hoe OBS werkt. Dat ga ik doen zo snel mogelijk. Dus laten we meteen beginnen. Je opent OBS. En dan heb ik dit eigenlijk als resultaat, maar ik ga meer uitleggen. En hoe je dit doet is, je maakt eigenlijk een nieuwe scène aan. Dat is bij mij scène 3. Dan heb je bronnen, mixer, scèneovergang en controls. Iedereen heeft het eigenlijk over de beste YouTube, beste OBS settings. Het enige wat ik eigenlijk weet en wat volgens mij, wat OBS experts zeggen op het forum van OBS, is dat er geen perfecte OBS, dus beste OBS settings zijn. Elke computer is anders, dus elke computer heeft zo zijn eigen settings. Het enige wat ik weet is dat de uitvoer van audio bitrate 320, opnamepad, dat het verstandig is om een eigen soort van map aan te maken, die heb ik OBS-files genoemd, dat daarin je video's worden geplaatst. Hoge kwaliteit, dat mag je zelf weten. MP4 mag je ook zelf weten. En dat raad ik aan. Dan heb je op studio-modus bijvoorbeeld scène 2. Dan kun je overgangen inmaken. En bij deze is de overgang nu vervagen. Als ik deze omhoog doe, dan duurt het langer. Zie je? En zo kun je in een livestream eigenlijk twee settings maken. Dus twee overlays. En dan kun je overgang doen. En dan ga je naar de volgende overlay. En dat is natuurlijk super leuk voor de kijker, want dan zitten ze niet eten te kijken naar hetzelfde beeld. Nu ga ik laten zien wat bronnen doet. Als je bijvoorbeeld bij bronnen een afbeelding toevoegt, afbeelding 2 of overlay. Oké. Overlay 2. Oké. Bladeren. Desktop. Overlay OBS. Oké. Zoals je kunt zien past die perfect. Wil je weten wat de verhouding is? Dat is 1920 bij 1080. Doe je plus een videocapture apparaat. Als je een webcam hebt, nu met deze. Die heb ik in mijn computer. Dus up. Heb ik een webcam. Sleep ik hem daarheen, maak hem hier in de hoek kleiner. Sleep ik hem hierheen. Dan druk ik op Alt en dan maak ik hem hier zo kleiner. En hier zo. Zoals je kunt zien is dan eigenlijk het beeld, als je het beeld zo hebt, maakt hij hem dan zo kleiner. Maar dan laat hij dus dit stuk laat hij weg. Dus het liefst maak je hem zo kleiner, zodat het beeld met zijn geheel meegaat. Maar als het niet anders kan, kun je wat een soort van wegknippen. Dan doen we plus een tekst. Dan heb ik nu een scroll. Oké. Lettertype is goed. Wordt nu aankomen. Nee. Uit de tekst, spatie. Ik doe allemaal spaties, zodat als ik hem zo meteen een effectje geef, doe ik hem hier zo. Filter. Plus een filter. Scrollen. Oké. Geef ik hem zo. Dan gaat hij die kant op, maar je kunt hem ook bijvoorbeeld die kant op doen. Dat hij achterwaarts gaat. Maar ik wil graag dat hij zo gaat. Sluit. En dan heb je een bewegende tekst. Dan doe je weer plus. En dan doe je een browser source. Browser source 3, oké. En dan command V. Dit is live subcount. Dus bijvoorbeeld bij livecounts.net kun je hier je channel code, channel naam, username, je ID, je URL intypen. Dan krijg je een live count. En dus een live statistiek van, nou, live tellen van je subs. Dan moet je die URL hierboven, als je je naam hebt ingetypt, kopiëren. Dat heb ik gedaan, dus ik druk op oké. Zo te zien krijg je dit dan. Dan druk je op, je wilt eigenlijk die achtergrond weg hebben. Filters. Color key. Oké. Aangepaste kleur. Selecteer een kleur. Deze. Oké. Sluit. En zo dus als je ziet. Maak deze kleiner. Deze kleiner. Deze kleiner. Deze kleiner. En dan maak ik hem eens heel klein. En dan heb ik hier mijn live subcount. En dit zijn eigenlijk wel de meeste dingen in YouTube. Sorry, de meeste dingen voor YouTube die je in OBS kunt gebruiken. Om live te streamen of om een video op te nemen. Als je bijvoorbeeld je desktop wil opnemen, dan doe je beeldscherm capture. Wil je een spel opnemen, game capture. Je kunt nog een kleurbron toevoegen aan mediabron. Een scène, een tekst heb ik dus gedaan. Audio-opname kun je ook doen. Audio-invoeropname. Of een afbeelding. Dat zijn eigenlijk de meest gebruikte. Met dit gelaten zien te hebben, hoop ik jullie genoeg geïnformeerd hebben. Tot de volgende keer. Hoi!